Geweldig mooi licht. Als we aankomt lopen zo. Ik zie een bui zitten en hij heeft volgens mij net een prooi gevangen. En ik probeer te ontcijferen wat het is. Dat is lastig. Goedemorgen, welkom weer bij de Visdief. Vanochtend bezoek ik de Eendrachtpolder samen met Anneke en David. Hoi. Hoi, mooi gebiedje, hè? Ja, prachtig gebied. Ja, heel mooi. Mooi licht. Het is voor het eerst dat ik dit gebied ga bezoeken, dus ik heb geen flauw benul waar we nu naartoe gaan. David, die Eendrachtpolder, wat is dat eigenlijk voor natuurgebied? Ja, het is een natuurgebied wat een beetje eigenlijk aangelegd is als een overloop voor overtollig regenwater van de rotten. Ja. Hey Anneke, ga jij vaak vogels kijken? Niet zoveel als David, maar ik ga wel regelmatig mee. Ik vind het hartstikke leuk en ik leer constant, dus dat is ook leuk. Okay. Leuk. Ja, ook hoor. Ja. Ik leer ook nog steeds. Ja, steeds nieuwe soorten, nieuwe vogels. Zeker als je natuurlijk wat verder gaat kijken, maar ook hier af en toe. Hè. We willen heel graag. Ze zijn hier ook de ijsvogel. De ijsvogel? Die zou ik zo graag willen zien. Ja, die zit meer aan de andere kant van de rotte. Maar die zit aan de andere kant. Ah. Nou, wie weet. Wie weet, zien we vanochtend de ijsvogel. Ja. En ik ben heel benieuwd welke watervogels we allemaal gaan zien. Ja. Wat zie je, Anneke? Ik zie lepelaars. Oh. En ik zie er 1, 2. Drie staan in het water. Drie staan er in het water. Geweldig. Wat leuk! Ik leer nog steeds. Zo, die zijn lekker agressief, die beesten. Oh. Althans, die ene. Kijk eens, en hij houdt niet op hoor. Nee. Kijk eens, een grote zilverijger. Weer een nieuwe soort erbij van vanochtend. Wat zien jullie? Vrouwenganzen. Een aalscholver. Een meerkoetje. Oh. Een wilde eenden. Blauwe reiger zie ik hiervoor. Ja. Wat die blauwe reiger nou met die pluk? Ja, dan zit planten of met dat touw moet? Dat het vast zit in zijn bek of ja. Ja, mooi. Mooi hoor. Zo. We zijn weer terug op de plek waar we begonnen. Dat kun je wel zeggen, ja. En ik voel het ook wel. Je hebt een beetje spierpijn. Ja. Goeie, Gerrit. Ik doe de rest van het weekend ook niks meer. Nee? Wat een ronde zeg. Je hebt eigenlijk niks gewend. Conditie ook, hè, Jacob. Nee, het was mooi. Nou, die Eendrachtpolder is een mooi vogelgebied. Ja, mooi. Heel mooi. Je kunt er heel mooi allemaal inlopen. Best wel vogeltjes. Wat hebben we nou gespot? Nou, noem maar op. We begonnen met de buizerd. Ja, de buizerd. Dat was de kers op de taart. Vuut met jongen. Lepelaar, eenden. Kuifeend. Kuifeend. Ook met jongen. Ja. Ook met jongen. De blauwe reiger. Blauwe reiger met zijn ding. Wat hij nou bij zich had. Een touw of iets van kroosachtig. Kleine. Er zit op 7. Zilverreiger hebben we gezien. Bondbekplevier. Ja, ook. De torenvalk. De torenvalk. Ja. Zitten we op 10. Gele kwikstaart. Witte kwikstaart. 13. We hebben de water al gehoord. Ja, ja. Weet je nog? Ja. Langs de rotte was dat. Niet meer gehoord. Ik vind de krobbelzwaan. Zo, man. Nou. Op zo'n zomerse dag. Terwijl het zo druk was, hebben we toch aardig wat gezien. Ik vind het zeker. Goed. Ja. Goed, nou, dit was dus de Eendrachtpolder. Mooi gebiedje om eens even lekker vogels te gaan kijken. Het ligt tegen Rotterdam aan. Eigenlijk, het is een open gebiedje tussen Zevenhuizen en Rotterdam. En wat Zeeland. En langs Singeland, laten we dat ook even niet vergeten. Ja. Nou, dus de moeite waard om een keer naartoe te komen. Echt, top. Oké, nou David en Anneke, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, was leuk. Mooie wandeling. Ja. En op naar de volgende keer. Graag gedaan. Ja. Zo, jongen. Oh, je hebt echt... Ik kom niet meer overeind. Je hebt echt wijn, hè. Oh.